Verstopt in het Vondelpark ligt de Koeienweide. Een beschermd natuurgebied midden in de stad waar veel uiteenlopende flora en fauna leeft. Hier werd afgelopen zomer een nieuwe keversoort ontdekt. Met een aantal vrijwilligers en deelnemers hebben we hier naar verschillende soorten insecten gezocht. En dit was een van de soorten die we ontdekt hebben, die dus inderdaad ook echt een andere soort blijkt te zijn, die nog niet bekend was. Het lijkt onwerkelijk. Onontdekte dieren midden in de stad, dus de blijdschap onder de vinders was dan ook groot. Dus het was echt fantastisch. Ik had zelf nooit gedacht, ik werk hier dus, dat hier insecten zouden zitten die er nog niet ontdekt waren. Dus dat was, dat Menno had gezegd dat gaat gebeuren, maar daar had ik weinig geloof in. Dus ik was zeer verbaasd dat het dan ook echt zo was. Ja, dan heb je toch uiteindelijk ja, de bevestiging. En hoe voelt dat? Ja, dat is hartstikke cool dat je een soort zo kan vinden en mag benoemen. Die naamgeving vond afgelopen week plaats. Hij is vernoemd naar de Beatles omdat hier vlakbij in het Hilton heeft John Lennon zijn Bed in for Peace gehouden. 50 jaar geleden toen we hem vonden. En het bleek dat er nog nooit een keversoort naar de band The Beatles was vernoemd. En we mochten met elkaar ook stemmen over wat de naam zou zijn. Ik vond Beatles wel heel erg leuk. Ja. Heel toepasselijk vooral. Toepasselijk, ja. De vinders zijn vooral heel blij met de toename van de insectensoorten in de stadse koeienweide. Ik vond vooral het leukste om te horen wat de diversiteit is. Die is dus gigantisch toegenomen in de afgelopen jaren door dat behoud. En dat dat in de stad weer kan, dat je die natuur kan terugkrijgen, dat vind ik echt fantastisch. Ja.